59. De eerste voor Colin Lloyd. 100. Colin, you require 147. Dat zou wat zijn, hè? Ja. Maar goed dan, wellicht straks. 82 over, dus de bullseye. 90. Dat is toch een ruime voorsprong nu, Lloyd. Dit moet kunnen. 100. Colin, you require 57. Tops. Colin Lloyd, om eindelijk eens een leg te pakken. En dan krijgt hij voor elkaar. King wel om de set te pakken. 140. Ja. Het is zo belangrijk voor Lloyd waar die eerste dart terecht komt. Want als hij hem goed positioneert met zijn speelstijl, dan gaat de rest er zo gemakkelijk achteraan. Maar corrigeren is zo lastig voor hem. 170 over zo dadelijk. En daar zal hij voor terug mogen komen. Komt King terug om de set te pakken. Dat is 1. Dat is niet 2. En dus de kans 90. Voor King. Merton requires 76. Op 20 is raak voor dubbel 8. En ze gaan de eerste set naar Mervyn King. En King snoept daarmee die eerste set af van Colin Lloyd, die de set was begonnen. Ja, die heeft heel dubbels natuurlijk gemist. Colin Lloyd. Ja, 1 uit 12. Dat is niet goed. Punten voorsprong voor Mervyn King. 100. Ja, dat is de derde. Maar het is te weinig en te laat. 101 voor Mervyn King. Dubbel 8. Met de laatste. Ja. Oh. Het is te weinig te laat. 101. En die finish gaat in de leg van de tweede set naar Mervyn King.
Na 12 darts, geen finish voor Colin Lloyd. Wel voor Mervyn King. Ja. King domineert. En dat zal Lloyd toch ook wel voelen. 119 gaat King naar op zoek. 1 gevonden, nog 1 is dubbel 6. Enkele 19 is bullseye, Mervyn King. Dat blijft Lloyd nog even bespaard. Maar ergens moet hij iets doen natuurlijk. Triple 20, oké. Okay. 15, geen probleem, tops. 75. Het scheelt ook allemaal niks, want je ziet de draad verbuigen. Maar je hebt er helemaal niets aan. Dubbel 8 voor Mervyn King, dubbel 4 voor Mervyn King. En 2-0 in de tweede set. En dan mag King de volgende leg gaan beginnen. Dat is niet veel. Dus, vol erop en erover is het devies. Die 140 staat hij na 9 darts wel op een finish. King niet. Zal hier best tevreden mee zijn. Hij zet ze iedere keer goed op, Mervyn King. Nu Lloyd 141. Dat is wel de eerste triple. Nog een triple gewenst, niet gevonden. En dan moet je afwachten wat King doet. En tot nu toe pakt King de meeste kansen. Dat was 17. Dat hij ook wat aanvangsproblemen had gehad. 20. Bullseye. Ja. En daarmee maakt hij zich eigenaar ook van de tweede set. Dan staat hij met 2-0 voor Mervyn King. En Lloyd hebben we op de Masters of Darts bijvoorbeeld ook een aantal fantastische wedstrijden zien gooien. Ja, tegen Van Gerwen bijvoorbeeld was een ongelooflijke partij. Maar de gemiddelden zijn ook niet heel erg hoog in deze partij. Dat heeft voor een groot gedeelte te maken met de vele gemiste dubbels. Laten we daar eerlijk in zijn. Het is natuurlijk niet slecht hoor. Zo rond de 9 gemiddeld. Maar we hebben ook heel veel slechte partijen van Lloyd gezien dit jaar. En dan lees ik wel eens uitslagen van bepaalde toernooien. En dan zie ik hem verliezen van mensen die denken van, het kan helemaal niet dat je daarvan verliest. Weer zijn lek te pakken, want hij heeft er nog maar één zich kunnen toe-eigenen. Colin Lloyd. Bullseye.